Tilburg, hartstikke druk. Wat is er aan de hand? Waar zo? Hier in Tilburg, wat is er aan de hand? Ja, dat schijnt een wedstrijd te zijn, maar. Wedstrijd? Ja, ik kon horen zeggen. Ja. En wat ga jij ook meedoen? 10 kilometer. Ja. 10 kilometer. Ja. Hopelijk gaan we een mooie tijd neerzetten. Okay. Richting? Ja, ik hoop wel dat het 34. Maar hoe? Even. Dat is een mooie streven. Ja. Een paar mooie 5 kilometer tijden neergezet de laatste weken. Dus, vertrouwen is er wel. We gaan je volgen. Ja, leuk. Hey, succes. Dankjewel. Je ziet een tijdsprobleem. Peter Monsieur, zijn collega Michel Fris, de man met de hoed. Overal in Brabant en verder buiten, bekend als de man met de hoed. Thomas, hey. Beetje zin in? Altijd. Oké. Okay. Ja, Check. Kijk, we blijven aan de staan. En we kijken naar de punten. Kijk, we gaan.
loopt hier onder andere binnen. Maar we doen het niet uit dat we het nog klaar hebben. Lexi kijkt zo somber. Hij heeft hem netjes gelopen. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja, de jongens zijn heel snel altijd. Oh. Fijn moet je zijn, heb een mooie tijd gelopen. Jij niet? Nee. Je gezicht zag er ook heel strak uit. Strak. Strak van de tijd. Idee heb ik wel. Ja. Ja. Nee, het was best zwaar. En hoe ging het met jou? Ik had het beter verwacht, maar op zich ging het goed. 33,5. Ik had ook zoiets op een papiertje staan. Dus 33,28. Ah, kijk. Dat bij mij staat, 34,3. Ja. Jouw naam was ook alweer? Moet je wel één keer uitleggen. Erwin, ik had 34,05. Ja, ja. Maar dat is van 100 meter afstand. Hè? Bruto of netto? Bruto. Ja. Wordt alleen maar geteld, hè? Ja, dat is waar, ja. Ja, ik had 34,03, dus het zal dan 34,05 zijn, ja. Verder tevreden? Nou, het doel was 134, dat is niet helemaal, maar... Niet helemaal. Tot 6 kilometer hebben Sjoerd en ik mooi stand gelopen. Helemaal op schema. We hadden een heel lang stuk wind tegen, dat was best zwaar. Open stuk, volle wind. En toen, voor het stuk. Zo is het. Thank you.